Hey, hallo allemaal, welkom terug. Nou, zoals jullie horen op de achtergrond, de waterfarms zijn actief. We gaan het vandaag ook hebben over de waterfarms, de problemen die erbij zijn, die dingen allemaal. En ik heb hier drie staan. De voorste staat de aardbeien op. Ik heb er nou drie aardbeienplanten in staan. Ze zijn aardig gegroeid, ze staan op mijn eigen aardbeienmix. Daarachter staan op de tomatenmix, want dat zijn tomatenplanten en die groeien ook als kool. Ze hebben hun wortels eindelijk in de stenen gewurmd. Want als die wortels eenmaal in water zitten of als eenmaal voldoende water met voedingsstoffen krijgen, dan is het echt gewoon poef en dan groeit het als kool. Maar er zijn een hoop mensen die net starten met waterfarms toch wel wat complicaties hebben, wat problemen hebben, vooral met de stenen of met de pH. Want ik had er al meerdere vragen over gekregen en daar wil ik het vandaag een beetje over hebben. De complicaties bij waterfarms. Voor alle duidelijkheid, dat is een uitpotsysteem. Er zitten veel meer complicaties aan vast dan dit, want hier hoef je alleen maar op water en op je voedingsstof te letten. Een waterfarmsysteem is vrij makkelijk en als ik de mogelijkheid gehad om de keuze te kunnen maken tussen een autopotsysteem of een waterfarmsysteem, ik had hier gelijk weer drie waterfarms erbij gepakt, want ja, ik heb hier geen voorkeur. Ja, het ziet er fantastisch uit, het is mooi groen en het produceert aardig wat pepers en zo, maar te veel complicaties, dit is gewoon een stuk makkelijker. Maar er waren een aantal mensen die hadden een beetje problemen met het stabiliseren van de pH. En dat kan inderdaad een dingetje zijn. Maar het heeft met een aantal factoren te maken. Waaronder een van de grootste, hoe groot de plant is en hoeveel wortels in het systeem zitten. Hoeveelheid wortels? Ja, nou, het zit namelijk zo. Wortels scheiden zuren of bazen uit van nature. En daarmee stabiliseren ze de omgeving waar ze in groeien. Heb jij weinig wortels in je waterfarm, bijvoorbeeld omdat je een klein plantje hebt of wat dan ook, dan zullen de schuren en de bazen niet goed verspreid raken of dan zult gewoon de voedingsstof niet goed reageren en je krijgt er wat meer complicaties. Dus hoe kleiner de plant is, hoe groter de complicaties zijn in het begin. Dus dat betekent ook dat je in het begin wat meer werk hebt om de pH te stabiliseren. Voor alle duidelijkheid, ga niet continu pH down of pH ups toevoegen. Dat is de grootste fout die de meeste mensen kunnen maken, want je doet daar gewoon je voedingsstoffen mee. En dat wil je gewoon niet hebben. Dat spelen met pH up, pH down, pH up, pH down, moet je niet doen. Wat ik doe is vrij simpel. De stenen die ik koop, maakt niet uit wat voor merk, kleisteen is kleisteen, die behandel ik eerst met water dat afgezuurd is op 5.7, 5.8. Dus met een pH van 5.7, 5.8. Want kleistenen zijn pH neutraal. Dus die hebben een pH van 7. Wat inhoudt dat het water, als er een zuur aan toegevoegd is, altijd naar de pH van 7 probeert te halen. Dus door gewoon te spoelen in een pH of water met een pH van 5.7, 5.8, dan zul je zien dat de pH van je bak voor een langere periode stabiel blijft. Want nogmaals, zuur reageert met de kleisteen en brengt de pH van het water en je voedingsstoffen uiteindelijk omhoog. En als jij gewoon een grotere plant hebt met meer wortels, dan zul je ook gewoon zien dat de pH van je water, en technisch gezien ook gewoon je kleistenen, meer stabiel blijft op een bepaald punt. Sander van Doren heeft een probleem. Hij geeft het ook aan op YouTube. Ik heb een probleem met mijn pH. Ik maak de voeding aan, Tripec Flora, dus GRE, en zuur het af op 5.5 en de volgende ochtend is het weer 7 in de waterfarm. Dus wat ik net zei, de stenen van de waterfarm heeft een pH van 7. Hij heeft van alles geprobeerd en buiten om de farm is het perfect stabiel. Zou dit kunnen komen door de goedkope klei of van Lidl? Het ligt niet aan jou. Laten we daar even heel erg duidelijk over zijn. Het heeft met de kleistenen te maken, maar het heeft niet met de kleistenen specifiek van de Lidl te maken. Want of het nou van Plagron is, of van Lidl, of van An Action. Kleistenen zijn kleistenen. Het enige wat er achteraan zit is het merk en de naam die eraan toegevoegd wordt. Dit is ook iets frustrerend bij potgrond. Heel veel mensen hebben een persoonlijke voorkeur bij Plagron of bij Pokon of wat voor merk dan ook. En het komt allemaal van dezelfde bedrijven af. Want het wordt gewoon in een mooi zakje gedaan. Het enige waar je voor betaalt is de naam en niet voor het product eigenlijk. Kleistenen zijn kleistenen. En ze hebben allemaal dezelfde pH. Want klei heeft een pH van 7.
Dus als jij het aanmaakt op 5.5 en er is nog niet genoeg wortelsontwikkeling, er wordt nog niet voldoende voedingsstof opgenomen, er wordt niet voldoende water opgenomen door je planten, dan zal de pH automatisch omhoog gaan naar een pH van 7. Maar het probleem is nogmaals de planten. Het heeft niet meer veel met steen te maken of de omgeving of hoe je met je hydrosysteem omgaat te maken. Het heeft voornamelijk met je planten te maken. Te weinig wortels, niet snel genoeg groeiende planten. Of dat het gewoon een omgevingsprobleem is. Want als jij heel veel temperatuurschommelingen hebt, dan zul je ook gewoon zien dat de pH van je bodem, of in ieder geval van je hydrofarms, waterfarms, onstabiel wordt na verloop van tijd. Op het moment dat ik dus snel groeiende plantsoorten gebruik, nogmaals omdat die bazen en zuren uitscheiden via de wortels om de voedingsstoffen goed op te kunnen nemen, dan doen ze op zichzelf gewoon op een gegeven moment de boel aanpassen en hoef je vrij weinig te doen. Maar dat is alleen bij snel groeiende soorten. Maar het is een serieus probleem wat best wel vaak voor zie komen bij mensen die net starten, nog niet helemaal vertrouwd zijn met het systeem en voornamelijk overstappen van een bodemkweek naar hydroponics. En ja, voor alle duidelijkheid, de pH stabiliseren is het moeilijkste van welke vorm van hydroponics dan ook, want het voordeel van stabiel pH is dat de planten ontzettend hard groeien. Nadeel van onstabiel pH is dat je pyterium kunt krijgen of in de eerste gevallen tot de plant van gemeten groeit en dat je 4 maanden later nog steeds zonder vruchten of product zit. Dus ja, het is inderdaad wel een dingetje om je pH goed te krijgen. Maar hou er ook rekening mee voor de mensen die net starten met waterfarms of hydroponics. Het kan ook zijn dat het gewoon met je temperatuur van je woning te maken heeft. Op het moment dat jouw temperatuur 's avonds heel erg hoog gaat, die verwarming aanzet en denk je verwarming uitgaat, je gaat slapen, temperatuur daalt, dan krijg je schommelingen in de temperatuur van water. Hoe hoger de temperatuur van het water is, des te minder zuurstof er in het water komt en op een gegeven moment zie je gewoon van die schommelingen in de pH, waardoor je water kan beslaan en alle voedingsstoffen uit je water kan crashen. Dat is ook de reden waarom de meeste voedingsfabrikanten altijd aangeven dat het water van je voedingsstoffen niet boven 24 tot 28 graden mag komen, omdat het dan 1. het kan reageren en 2. het pH en het zuurstofgehalte gaat alle kanten op en dat werkt gewoon niet. Tijd, 's morgens vroeg gaat aanpassen en 's avonds alweer onstabiel is, ja, op een gegeven moment moet je het ook gewoon een keertje los kunnen laten en gewoon zeggen, ik trek mijn handen er even gewoon voor een week van terug en ik laat het gewoon zichzelf regelen. Want dat kan ook gewoon zijn dat de plant gewoon heel erg lastig in doen is. Hij probeert het naar een hoger stadia te krijgen omdat de plant die jij hebt een hoger pH heeft of nodig heeft. En hij is een baas aan het uitscheiden via de wortels en je krijgt dan gewoon een hoger pH waar. Nogmaals, mijn vermoeden is gewoon dat de stenen een hoger pH heeft, nooit goed uitgespoeld is geworden met een zuur om de pH van de stenen een beetje omlaag te brengen. Maar het kan gewoon goed zijn dat het ook gewoon met je planten te maken heeft. Kweken met water en alleen de voedingsstoffen vergt wat meer kennis en wat meer werk. Maar als je het door hebt, stelt het eigenlijk vrij weinig voor. Ik had dat in het begin ook, toen ik net waterfarms had, deed ik iedere dag de pH monitor, iedere dag alles controleren. Ik wilde het perfect hebben tot in de puntjes en ik merkte dat ik mezelf zat te ergeren op de manier van kweek, want dat werkte gewoon niet. Je moet het op een gegeven moment ook gewoon een keertje los kunnen laten en dan gewoon het risico nemen tot de pH zijn eigen weg gaat vinden. En op een gegeven moment kun je het bij gaan sturen door gewoon eventueel een pH down toe te voegen of een pH up te gaan toe te voegen. Maar hou er rekening mee, iedere voedingsstof die je gebruikt, of nou GAE is of mijn merk gebruikt, heeft zijn eigen dynamische ranges waar de pH het beste invalt. Mijn product bijvoorbeeld verlaagt de pH aanzienlijk. Dus het heeft een natuurlijke manier van bufferen, omdat het gewoon al een zuur bevat in de voedingsstoffen zelf, dat gewoon de pH omlaag brengt. Maar in een huistuin- en keukensetting zoals dit, zie je er niet heel veel mensen die dat echt gewoon dagelijks gebruiken. Ik gebruik het wel dagelijks, dus van daaruit kan ik ook zeggen, maak jezelf niet ramgek met de problemen die het kan geven. Want nogmaals, water en voedingsstoffen gaat reageren met de stenen, het gaat reageren met wortels, het gaat reageren met de restanten van de plant. Want nogmaals, wortels breken af na verloop van tijd, komt in het systeem terecht en dat kan van allerlei problemen geven. Pyterium is er één van, dat is de grootste zorg waar ik continu mee bezig ben. Het is ook de reden waarom deze tanks gemodificeerd zijn, zodat ik gewoon een bal erin kan droppen en eventueel extra zuurstof erin kan pompen, zodat het gewoon
vrij blijft van wortelrot. Want wortelrot is gewoon wanneer je een anaerobische omgeving aanbiedt. En je wortels die gaan vrij letterlijk rotten. En je hebt dan een serieus probleem. Het volgende is, laat het systeem niet de hele dag draaien. Nergens voor nodig. Een van de grootste problemen waarbij je pH continu omhoog gaat, is dat het systeem continu geactiveerd is. Je wilt het niet hebben. Je wilt gewoon 2 tot 4 keer per dag het systeem activeren voor een half uurtje. Dat gewoon even de vloeistof heeft doorgelopen en kan stabiliseren en eventueel de crab kan bezinken naar de bodem. En de planten worden niet continu overspoeld met de hoeveelheid water. Want het is een waterfarm. Ja, het is voor hydroponics. En wanneer de planten meer voedingsstoffen nodig hebben, omdat er gaten aan de onderkant van het binnenbak zitten, kunnen de wortels er doorheen groeien en direct in het reservoir komen. Dan krijg je full hydroponics. Maar je hebt dat niet continu nodig, dat het systeem continu moet lopen. Een van de dingen die ervoor zorgt dat de pH stijgt, is continu zuurstof in een tank pompen. Je planten groeien harder wanneer je dus gewoon maar 2 tot 4 keer per dag je tanks voor een half uurtje laat lopen. In mijn geval heb ik er een timer op staan, dat 4 keer per dag voor een half uur, gewoon verdeeld over de dag, de tanks aangaan en dat het gewoon de vloeistof door de stenen heen spoelt. Daarna is het gewoon voor de rest van het ongeveer uit. Dan kunnen de stenen uitdrogen, dus je vloeistof reageert dan ook niet meer met de stenen, dus je pH stijgt niet zo heel erg snel. En dat zorgt ervoor dat je wortels meer werk moeten doen om water en voedingsstoffen te zoeken. Dus je krijgt van die snel groeiende wortels en de onderkant van een waterfarm is geperforeerd, waardoor water weg kan lopen. Maar het voordeel ervan is, op het moment dat jij dus snel groeiende planten hebt, de wortels kunnen doorheen groeien, komt in ons de reservoir, de plant krijgt zijn volledige voedingsstof en je ziet het groeien als kool. Dus mijn advies ook is naar mensen, ga niet continu die waterfarms actief houden. Dus de grootste fout die ik zie dat mensen doen, ja het wordt geadviseerd, maar ik heb het eigenlijk nog nooit hoeven te doen bij mijn planten, met mijn voedingsstoffen om deze situaties, want het is nergens voor nodig. Beter gezegd, bij peperplanten, planten die niet van natte voeten houden, maar van vochtige voeten houden, die hebben meer problemen met die je er continu aan hebt staan, omdat het groei tegenhoudt. Want deze systemen zijn nou voor een half uur aangewezen. En je kunt gewoon zien dat de stenen zelf goed vochtig zijn. Dit is allemaal stenen, dit is allemaal vocht met water wat hierin zit. Hieronder is een reservoir, dus de tank. Er is gewoon geen mogelijkheid dat binnen 4 uur dit uit kan drogen. Dit is gewoon voor mij veel praktischer om gewoon 4 keer per dag tanks aan te hebben voor een half uur. En ja, meer is niet nodig, want nogmaals, in die periode dat het uitstaat, is geen mogelijkheid dat deze volume met stenen compleet uitdroogt. Zelfs met een ventilator droogt dit gewoon niet zo snel uit. Dus ja, waterfarms is vrij makkelijk, maar heel veel fouten, heel veel van die kleine dingetjes kunnen leiden tot heel veel complicaties en ergernissen. Mijn advies, dus tip nummer 1, zorg dat het systeem niet continu geactiveerd is. Zeker bij kleine planten, dat is compleet onnodig, want ja, je planten hebben meer dan voldoende vocht in de bovenste bak zitten. Dan hebben ze meer nodig, dan kunnen ze altijd met de wortels omlaag groeien en dan kunnen ze het volledige reservoir benutten. 2, zet niet continu je pH aan te passen. Gaat het automatisch omlaag, pas het dan aan tot het weer omhoog gaat. Maar dat hoef je niet per se met pH up te doen. Je kunt het ook eventueel gewoon aanpassen door een scheut water eraan toe te voegen. Want water is vaak hoger in de pH dan als je het water hebt afgezuurd met een zuur. Tip nummer 3. Wanneer je planten klein zijn, verwacht niet tot de pH stabiel is. Planten scheiden via hun wortels zuren en bazen uit om de voedingsstoffen die ze nodig hebben op te kunnen nemen. Maar nogmaals, zoals ik zei, er zijn 100.000 verschillende plantsoorten in de subcategorie tomaten en pepers. Dus soms heeft het gewoon een hogere pH nodig en soms heeft het een lagere pH nodig. Maar hoe dan ook, zit niet continu te spelen met je pH. Tip nummer 2, zoveel maak jezelf niet gek. Met jij dus gewoon pH-problemen hebben, dat is echt serieus het makkelijkste probleem dat je bij dit systeem kunt hebben. Het is vrij makkelijk op te lossen door eventueel water aan toe te voegen of eventueel zelfs water te laten verdampen, want dat is ook nog een techniek. Maar als er gewoon iets niet klopt, ga niet continu spelen. Kijk hoe het reageert, laat het gewoon voor een paar dagen staan. Heb je kleine planten, dan zal het gewoon wat moeilijker zijn in het begin. Maar dat is ook de reden waarom ik dus iedere keer adviseer bij waterfarms om grotere planten in de pot te zetten voordat je überhaupt begint. Maar als je kleine plantjes in je bak gaat zetten, er is gewoon te weinig
wortelgroei om de voedingsstoffen snel op te nemen, maar er is ook te weinig wortelgroei om de pH te stabiliseren. En ik heb op YouTube een video gemaakt omtrent hoe je zuurstofstenen extra kunt toevoegen onderin de bak. Dus door een kleine modificatie om ervoor te zorgen dat als er bijvoorbeeld wortelrot gaat vormen of wat dan ook, je pomp aan kunt zetten en dan gewoon alle complicaties kunt voorkomen. Want ja, bacteriële infecties in je wortels zijn gewoon slordige fouten die voor grote problemen kunnen zorgen. Dus ja, maar er was een klein tip, advies ding over watervorms. Als jullie advies willen hebben over watervorms of eventueel dingen willen zien over een waterform, wat dan ook, laat het mij weten, zet die onder in de reactielijst en dan maak ik er gewoon een video. Maar dat was het voor deze keer. Dus tot de volgende keer.